Hi dames en heren, welkom bij deze allereerste editie van de NV Zaanstad. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Zijn ze met veel eigenlijk? Wel de verwachting. Oké, nou dat zeg ik. Ik ben Myrthe Westrik en ik ga jullie vandaag vertellen hoe je nou eigenlijk een ondernemer wordt. Ik denk namelijk dat jullie er allemaal niet zoveel verstand van hebben. En ik natuurlijk wel, want ik ben zelf geen ondernemer. Dus, vergeet het. Let's go. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Weet u een beetje wat een ondernemer is? Ik weet wat een ondernemer is. Een ondernemer is iemand die een zaak begint met of zonder goede afloop. Zelf iets opzetten, dus diensten, goederen verlenen en dergelijke. Een ondernemer is ook wel een optimist, denk ik. Want anders zou hij niet iets ondernemen. En dan nu de belangrijkste vraag. Wat voor eigenschappen denkt u dat een goede ondernemer nou nodig heeft? Een goede ondernemer moet feeling hebben voor de markt waarin hij bezig is. Zing, vet, huil, wit. Extravert, ik weet niet zo. Een beetje open zijn. Je moet je inzetten. Het is geen job van 9 tot 5. Dus je moet heel veel tijd erin investeren. En de wonderen. Niet alles lukt meteen. En soms hoor je ook van ondernemers dat ze pas na 3 jaar echt beginnen te groeien. Je moet wel doorzettingsvermogen en vertrouwen vooral. Vertrouwen. Ja, ik denk ook doorzettingsvermogen. Maar ik denk ook wel dat het moeilijk is om iets te beginnen als het niet iets nieuws is. Wanneer iemand iets nieuws bedenkt en dat vult een gat bij wijze van spreken, dan zit er wel wat in. Dus u zegt eigenlijk, vind het gat in de markt, heb een beetje doorzettingsvermogen, ja. Dan komt het allemaal goed. We zijn allemaal samen. Nee jongens, niet zo'n gat in de markt. Je moet iets vinden dat een beetje origineel is. Dat bedoelt hij. Vriend, wat vind jij van ondernemen? Hallo. Ik vraag je wat. Rustig maar. Wat vind je van ondernemers? Ik ook. Bedankt. Ik heb een soort klein testje om te kijken of jullie geschikt zijn voor het ondernemen. Zouden jullie dat willen doen? Ja hoor. Oké, let op. Ik heb hier een pen in mijn zak zitten. Als het goed is, als hij nog niet gestolen is, ja. Doe je beste verkooppraatje ooit over die simpele blauwe pen. En als wij overtuigd zijn, dan ben jij geschikt voor het ondernemerschap, oké? Ik krijg een Wolf of Wall Street flashback hier. Dit is de beste blauwe pen die er is. Nou, dit is een mooie pen. Het is een heel simpele blauwe pen. En eigenlijk, die heb je gewoon altijd nodig, want je wilt dingen opschrijven. Hij schrijft super lekker, laat geen vlekken achter. Daarom wil jij deze pen hebben. Want ik ben ook de enige die hier een pen heeft binnen waarschijnlijk een paar honderd meter. Deze pen, mooi blauw, schrijft goed. Altijd vertrouwbaar. Ik zou hem echt direct kopen. Ik zou er 10 van kopen als u het zo vertelt. Dank u wel. Nou, dan heb ik iets leuks voor jullie. Oh, dank je wel. Het enige echte ondernemerscertificaat. Die is voor u. Dank u wel. Alsjeblieft. Ben je daar blij mee? Dolgelukkig. Echt. Dit maakt mijn dag. Oké, dames en heren. Dat was dan alweer het filmpje. Ik weet dat jullie eigenlijk allemaal stuk voor stuk hardwerkende mensen zijn. Behalve die meneer daar links achter in de zaal trouwens, u moet echt even wat harder gaan werken. Jullie zijn er waarschijnlijk wel achter gekomen dat ik niet zoveel verstand heb van het ondernemerschap. Maar gelukkig komen er zo mensen het podium op die er wel verstand van hebben. Ik zou zeggen, luister lekker naar hen en geniet van deze ondernemersshow. Nou, verder veel ondernemerschap. Dank u wel. Tot ziens.